Onzeker waren in doelman Hans de Schrijver opnieuw zijn plaats in. Rudy Cosset, die last heeft van een teenbreuk, komt toch aan de aftrap. Net als Bonen en Heijlen. Bij Cercle zijn Davy Koreman en Björn Drenthi in vergelijking met de jongste competitiematch op AA Gent opnieuw van de partij. Koreman speelt de bal kwijt, vrij met de bal voor Remco Torke. Geen buitenspel, Kamerman erachteraan. Remco Torke, schot van ver en Wim Vijs. Yves, moet ik zeggen, pakt de bal op het schot van Remco Torke. Eerste grote gevaar in de match. Het schot van Remco Torke, maar Vijs stopte de bal. 14e minuut van de match. Het spel gaat behoorlijk over en weer. Soenes met een bal voor Lauwers. Koreman intussen. Voor zich Nico Verheijen. Davy Koreman blijft in balbezit. Legt aan voor zijn linker. Leek een kapje te veel. Intussen is Cosseder. En kan Loker uitbreken met Jacky Bonen. Torke spuurt door in het centrum. Remco Torke. Remco Torke schiet over. Nieuwe kans voor Lokeren. Opnieuw Remco Torke. Het blijft een erg gevaarlijke spits. Soenes voor zich. Bonen. Shehu. Cercle neemt zijn tijd. Lamere. Koreman achter zich, Bartolomeus. Koreman met de voorzet. En dan Lamère die er niet bij kon. En Cornatiano die wegwerkt. Dreiging van Cercle. Dat die balbezit blijft met Selimes. Lage voorzet. Shehu kan er niet bij, de Schrijver eruit. En Bols uiteindelijk op de bal in corner. Een dreiging van Cercle Brugge. 20 minuten ver. Hoekschop Davy Koreman. Weggehaald door Torke. Drenthi. Björn Drenthi doet de bal uit de lucht en zet voor. Shehu en Lauwers scoort. 1-0 voor Cercle Brugge. 21 minuten ver precies. En Christophe Lauwers brengt de thuisploeg 1-0 voor. Een evenwichtig match begint met iets betere kansen voor Lokeren en Remco Torke. Maar Cercle is de ploeg die voor het eerste doelpunt zorgt met Christophe Lauwers. Cercle 1, Lokeren 0. Hoekschop Cercle Brugge met Lamère achter de bal. Heel veel volk in de 16. Kopslag van Koreman, omhaal. En de vuisten van Hans de Schrijver op die omhaal van Shehu. Een nieuwe kans voor Cercle Brugge, gesterkt door die voorsprong. Ze blijven nu meer en meer opzetten en opkomen. Bonen breed op Cornatiano. Ekakia gaat en in het centrum Remco Torke. Cornatiano temporiseert. Breed op Joris Heijlen. Peper. Lamère er naartoe en Bartolomeus die zich vrijloopt. Op links van Peper blijft die bal bezit. Marcel Peper. Ekakia. Ekakia tegen de palen naast. Beste kans voor Lokeren in het verweer op die 1-0 achterstand. De man van de actie, Marcel Peper, schiet. Afgeweerd op Soenes. En daar is Ekakia met rechts, paal en weg. Vijs. Kosse. Kopt de bal in de voeten van Selimes. Lauwers. Shehu. Lauwers gaat. In tweede instantie wordt hij weer bediend. Steun van Drenthi. Björn Drenthi met de 2-0. Jawel. 2-0 voor Cercle Brugge. Nog geen half uur zijn we ver en de eerste klasser leidt tegen de leider in tweede. Christophe Lauwers met een goede bal voor Björn Drenthi. En in één tijd botsende bal, de Schrijver voor een tweede keer geklopt. En zo staat het na 29 minuten 2-0 voor Cercle Brugge, Björn Drenthi. De 45 minuten zijn rond van de eerste helft. Alex Kamerman en goed als kijkt op zijn klok. Kamerman met nog een aanval voor Cercle, maar die gaat niet door. Goed als fluit het einde van de eerste helft. De behoorlijke eerste helft. Evenwichtig begonnen met kansjes aan beide kanten. Maar Cercle is de ploeg die twee keer heeft gescoord. Met goals van Lauwers en Drenthi. Rust Cercle Brugge met een 2-0 voorsprong tegen Lokeren. Lauwers. Drenthi. Derde minuut, tweede helft. Drenthi met een bal voor Lamère. Naar binnen. Naar Davy Koreman. Koreman met de goede opening voor Lauwers.
Christophe Lauwers beslist hij de match. Jawel, 3-0, derde minuut, tweede helft. En daarmee lijkt Lokeren nu definitief uitgeteld. En cirkel zeker van een plaats in de kwartfinale. Tweede goal van de middag voor Christophe Lauwers. Sneller dan Heijlen. En de schrijver op het verkeerde been gezet. Kamerman. Serimes in duel met Wilhelm. De man die is ingevallen voor Kosse. Shehu. En dan penalty zegt goed als. Een fout van Nico Verheijen. Die daar behoorlijk ontstemd over is. Over de beslissing van de scheidsrechter. Kijkt u nog maar. Nou, tenminste een twijfelgeval. Davy Koreman. En de mogelijkheid voor Cercle Brugge op 4-0. Heel vroeg in de tweede helft. Daar gaat hij. De schrijver pakt tegen de knieën van Hans de Schrijver. Geen 4-0. Goed werk van de voormalige Eendracht-Aalstoelman Bonen. Voor Peper. We zijn nog maar in de tiende minuut van de tweede helft. En we hebben alweer toch wat gezien. Actie van Lokeren nu met Marcel Peper. De voorzet. En Kakia. In tweede of in derde instantie. Nee. Goed uitverdedigd door Geoffrey Klaes, die goed stond opgesteld. Intussen opnieuw Lokeren met opnieuw Peper en opnieuw Kakia. Nu zit hij er wel in. 3-1. En we krijgen misschien toch nog een spannende tweede helft. Vreugde bij Lokeren en protest bij Cercle Brugge. Maar het doelpunt wordt toegekend door Guy Goetals. 19 minuten nog. Heeft Lokeren om zijn inhaalbeweging verder in te zetten. Maar het komt niet echt goed in de match, want Cercle blijft toch nog baas. Een vrijschop nu met Jacky Boon in de muur. En Torke op Yves Vijs. Vijs voorkomt de 3-2. Goed geanticipeerd. Lokeren verder nu, maar bij balverlies. Lauwers door, voorbij Mols. Verheijen nog, paasje naar Koreman. Op weg naar de 4-1. Davy Koreman, voorbij de schrijver. En een goal, en een knappe goal. En dit zou dan toch wel de beslissing kunnen zijn. Lokeren was komen dreigen. Maar Cercle maakt de klus hier af. Lauwers en Koreman. Vreugde bij het publiek ook. En op minder dan een kwartier van het einde. De 4-1 op het bord. Knappe assist van Christophe Lauwers voor Davy Koreman. En hij maakt zo zijn penaltymisser goed. En zorgt voor 4-1 op 14 minuten van het einde. Ja, Stefan van Loek en het publiek in het Olympiastadion hebben zich...